eerste reactie dan natuurlijk. Van wie? Allebei. Laten we beginnen bij de winnaar. De winnaar? Nou, als je de tweede helft gaat kijken, dan krijgen we iets te veel van het goede. Want het gelijkspel is gewoon terecht. De eerste helft krijg je een paar betere kansen natuurlijk. Dan moet je gewoon 2-3 keer scoren. Een paar goede uitgespeeld moet, tenminste goede kansen eigenlijk. Dat doe je niet, dat doe je zelf. En de tweede helft is gewoon duidelijk, dan is werk voetbal. En is het, het mooie is er vanaf. En de kansen ook. En dan mag je blij zijn dat je met de overwinning weggaat in de tweede helft. Ja. En Martijn? Ik ben het eens, deze wedstrijd had geen winnaar verdiend. Als je kijkt, het grootste verschil is gewoon het verschil in ervaring. Als je kijkt hoe Crea die 1-0 binnenschiet. Crea krijgt de bal, komt er 16 meter in, ziet die witte lijn. Kijkt niet waar de goal staat, kijkt niet hoe de keeper staat, denkt niet na en schiet. Als je kijkt hoeveel schotkansen wij hebben gehad. Mogelijkheden in elk geval om vanaf de 16 of vanaf 18 meter te schieten op goal. Dan proberen wij elke keer te veel voetballend op te lossen. En daar zit het grote verschil. Plus het feit dat op het moment dat Barça een counter eruit moet halen, dan gaan ze met volle 100% overtuiging in de wel zitten. En dan maakt niet uit wat er geraakt wordt als er iets geraakt wordt. En als wij een counter eruit proberen te halen, proberen we de bal te blokken en vandaar is weer voetballend verder te gaan. En dat is wel ervaring. Dat waren natuurlijk wel belangrijke punten voor beide, denk ik. Ben je nu boven degradatie? Of nee. Heb je nog alle hoop? Nee, wij degraderen niet. Barça is in mijn optiek met de kwaliteit, de individuele kwaliteiten die zij hebben. Dus Barça geen concurrent voor ons voor de onderste plaatsen. Barça die staat gewoon te laag voor het individuele spel wat ze hebben. Met Crea, met Robert Clerks. Jesper Seuntjes was er vandaag dan niet bij. Maar dan staat daar voetballend een elftal. Met daaromheen een paar van die pikkelaars. Dus ik vind Barça voor ons geen concurrent. Ik kijk meer naar Gloria, Bernhard, Spindel, Sal. Dat zijn ploegen waarin wij voetballend vele malen beter zijn dan de tegenstander. Ja. Wat verwachten jullie van de rest van het seizoen? Wij als Barça zijnde? Ja. Het is gewoon zaak dat we eventjes alles bij elkaar rapen en dat de geblesseerde jongens terugkomen. En dat ze nu ook schorsingen krijgen, want vandaag hebben we weer 2 bijgekregen. En dat we toch wel proberen een rol van betekenis te gaan spelen in de derde periode, mits alles fit blijft. Dus wat betreft... Is dat haalbaar? Dat zou misschien haalbaar zijn als de hele groep fit is. Want kwalitatief loopt het best wel rond, voor dit niveau. En op het moment dat er al gezegd wordt, we lopen een paar wikkels rond, die heb ik daar speciaal voor gekozen. Alleen het is nog geen groep die ingespeeld is. Daardoor zijn er te veel wisselingen elke keer. Maar het is, we moeten gewoon net boven de middenboot eindigen. Dat is goed gedaan. Ja. Dit seizoen. Dus we zien verder. 5 punten na 3 wedstrijden, oké. Okay. Het start van de competitie hadden we dan niet, dus dat is belangrijk. Ja. Nee. En jullie natuurlijk ook vorige week gewonnen. Dus, Ja, maar dat je vandaag wel mag verliezen. Nee, absoluut niet. Maar dat is een lekker. Goed begin van... We moeten over 2 weken tegen Bavel. Die hebben vandaag een pak op een broek gehad. En 3-0 verloren zonder. En het was wel lekker geweest om met een goed gevoel in elk geval naar toe te gaan. En de uitwedstrijd bij Barça hebben we ook 2 verloren. We hebben ons spel aangepast aan Barça. Toen pakte Glenn van Peren een fantastische bal uit de kruising. Dan hadden we misschien onterecht gelijkspel kunnen halen. Ja, en in mijn optiek verliezen we vandaag onterecht. Dan was het gelijkspel gewoon gelijk geweest of terecht geweest. En als wij ons kunnen spiegelen qua niveau nu al met deze jonge ploeg, met een ervaren ploeg als Barça, dan zit er gewoon ongelooflijk veel toekomst in de groep die wij hebben. Dus dat is wel echt de positieve noot aan vandaag? Ja, absoluut. Kijk, werklust prima. Voetballend, tweede helft te veel balverlies geleden, maar we zijn nog steeds heel gevaarlijk. En we houden de wedstrijd conditioneel nou vol. We geven weinig weg achterin. En nu is het gewoon zaak om voldoende punten te pakken, dat we volgend jaar in de 4e klasse weer stappen kunnen maken. Ja. Dus 2 positieve trainers in principe? Altijd met al positief blijven. Het negatieve had ook iets positiefs. Okay. Dus het is graag wel gewoon doortrekken. En wat jullie net zeggen, BDS is geen degradatiekandidaat. Nee. De jongens hebben maar gesprongen. Net is een groep, het is een team, het is een groep die voor elkaar knokt. En die eindigen er wel over. Dat schat ik wel in.